We staan al weken in nauw overleg met Horeca Vlaanderen. En het is belangrijk om dat te doen. Want vele bedrijven hebben het moeilijk tijdens deze COVID-marathon. Maar de horeca die loopt echt een dubbele marathon. En wij willen ervoor zorgen dat die horecasector dat overleeft. En daarom willen wij samen met de sector kijken welke maatregelen we ervoor moeten nemen. Er zijn heel veel suggesties gekomen van Horeca Vlaanderen die dat van bij hun leden heel vaak gehaald hebben. Het is nu aan ons om te kijken wat we politiek vertaald kunnen krijgen. We hebben hier vandaag op het kabinet van onze minister van Financiën, De Croon, heel goed overleg gehad. Ook het kabinet van Margie de Blok was hier aanwezig. Ik denk dat het voor onze sector heel belangrijk is in het kader van de heropening om te weten te komen onder welke voorwaarden we terug kunnen opstarten. Wat dat betreft heel veel stappen vooruitgezet vandaag. De Veiligheidsraad zal een beslissing nemen wanneer de horeca kan heropstarten, maar daarnaast moet je ook steunmaatregelen krijgen voor de sector. Dat hebben we hier vandaag gedaan, een pakket op tafel gelegd waar verder aan gewerkt wordt de komende dagen om zo snel mogelijk een horeca relanceplan op poten te krijgen met meer zuurstof voor onze ondernemers, want dat is meer dan ooit nodig en daar werken we hard aan verder.